Ik sta hier op een unieke locatie. Ik sta hier in het bestaande Herman Wesseling College in Amstelveen. Met Ton Kodde, de projectleider, namens de opdrachtgever, namens het Herman Wesseling College. Ton, wat was eigenlijk de hoofdreden waarom jullie tot nieuwbouw hebben besloten? Nou, dit gebouw is ietsje meer dan 40 jaar oud. Maar het is ook gebouwd in een periode dat de kwaliteit niet zo'n hoge vlucht nam. De omstandigheden van toen, als je dat vergelijkt met de normen van nu, kan dit gebouw daar eigenlijk niet meer aan voldoen. Wat zijn voor jou nou eigenlijk de belangrijkste zaken die je terug wil zien in de nieuwe school? Nou, je snapt, het is altijd een golfbeweging. Je kijkt wat je hier niet hebt en wat echt veel beter moet. Het binnenklimaat voor de komende 40 jaar, dat moet ontzettend aangenaam zijn. Als leerlingen hier binnen zijn, dan moeten ze zich optimaal kunnen presteren. Een ander aspect is het akoestiek. Het onderwijs verandert ook nogal. Maar dat betekent dus dat je daar wat meer ruimte nodig hebt in de lokalen. Dus wij gaan lokalen bouwen van 64 vierkante meter. En daarin is het Herman Wesseling College, is het nieuwbouwproject van het Herman Wesseling College, zeker uniek. De samenwerking met ons, hoe heb je die tot nu toe ervaren? Nou, een prachtig stel mensen zijn jullie die ons, onze zorgen serieus nemen en ons als het ware ontzorgen. Dus de samenwerking met jullie ligt echt aan de basis van onze prachtige nieuwe school. Ik kan er niet op wachten. We staan nu binnen op de bouwlocatie met de twee architecten van Roos-Ros Architecten. Martijn, kun je aangeven waarom wij eigenlijk deze tender hebben gewonnen? We hebben deze tender gewonnen omdat we de hele tenderfase eigenlijk de dialoog hebben opgezocht met de eindgebruiker, met de school, om op de juiste manier hun wensen in een gebouw te kunnen vertalen. Matthijs, wat was de wens van de klant? De wens van de klant was sowieso grotere lokalen dan het huidige gebouw. En tegelijkertijd toch ook een heel kleinschalig gebouw wat voor de middelbare scholier gewoon begrijpelijk is en vriendelijk. En hoe hebben jullie dat uiteindelijk in jullie ontwerp vertaald? Wij hebben de verschillende lokalen hebben in de onderwijsclusters vormgegeven. En die onderwijsclusters die worden ontsloten door een grote ontmoetingsruimte. Maar die grote ontmoetingsruimte die hebben we eigenlijk in drieën opgeknipt. Daar staan we nu ook in. De kantine hebben we over twee verdiepingen verdeeld. Zodat de schaal van het gebouw niet die van een grootschalig gebouw is, maar juist de schaal voor een middelbare scholier. Hoe heb jij het proces ervaren? Ja, het proces is eigenlijk heel goed gegaan. We hebben een hele goede samenwerking tot op heden. Dan zijn we inmiddels een PSU, een projectstart-up. We hebben elkaars doelen besproken en we hebben ook besproken hoe iedereen in de wedstrijd zit. En hoe heb je die samenwerking eigenlijk gecontinueerd tijdens het proces? We hebben in iedere ontwerpfase een lean-sessie gehouden. Daar worden zeg maar ook de vragen van het ontwerpende team en de behoeftes van de opdrachtgever in beeld gebracht. Zodat we ook een gestroomlijnd proces hebben in iedere ontwerpfase. Dus dat betekent dat je op deze manier ook de kwaliteit beter kunt borgen? Jazeker. Dus dan kun je dus een vroeg stadium kun je met je partners kwaliteit vastleggen. En ook richting je opdrachtgever kun je aantonen dat je de gevraagde kwaliteit kunt leveren. Op naar het hoogste punt.